zijn hier in het Loofwaardgebied. Een hele mooie combinatie van natuurontwikkeling door het Drents landschap. En een hele mooie combinatie ook van techniek. En dat heeft alles te maken met het heelal. We zijn hier in het hart van de Loofwaardtelescoop. De allergrootste radiotelescoop van de wereld. En dit is het centrum, ligt tussen Buinen en Exlo in een schitterend natuurgebied. Nou, waar staat LOFAR voor? LOFAR is een afkorting en het betekent Low Frequency Array. We vangen hier radiosignalen op uit de ruimte van sterrenstelsels die heel ver weg liggen. Die liggen hier miljoen lichtjaren voorbij. Nou, dat zijn gigantische afstanden. En door middel van zo'n antenne vangen we die radiosignalen op. Zo'n antenne, dat is een dipool. Dit is een antennedraadje en hier zit ook een antennedraadje. En dit is de tweede antennedraad. En die komen hier bij elkaar bij een ontvangertje. En hier op dit antenneveldje staan 96 van deze antennetjes. En die vangen de lage frequenties op van de radiosignalen die verstuurd worden. Vanuit het ontvangertje gaan ze met een draad hier de grond in. En dan gaan ze naar een kast verderop waar de antennesignalen of de radiosignalen gedigitaliseerd worden. En het voordeel van een digitaal signaal is dat we daaraan kunnen rekenen. En dat wordt gedaan door Astron. Dat is een sterrenkundig instituut. Die zit in Dwingelo. En die hebben deze telescoop opgericht om onderzoek te doen naar die radiosignalen. We zijn hier bij een hoge frequentie antenne. We komen net bij de lage frequentie antenne voorbij. Nou, ik heb net verteld, die twee draden, dat zijn bij deze antenne deze twee platen die met elkaar verbonden zijn en deze twee platen. En het zwarte doosje wat je net zag bij de lage band antenne, dat is deze printplaat, dat is het ontvangertje. En dit hele, dit is één antenne. En die zitten in die zwarte dozen die je hier ziet. Daar zitten in één doos zitten 24 van deze antennes. En ook deze signalen, die worden naar die kast gestuurd, naar die grijze kast die jullie daarnet gezien hebben. En deze signalen worden ook gedigitaliseerd. Het frequentiebereik van deze antenne zit zo'n beetje tussen de 120 en de 240 megahertz. En van de lage bandfrequentie zit u ongeveer tussen de 80 en de 120 megahertz. Hier in deze zwarte boxen zitten, in één zo'n zwarte box, zitten 16 van die antennes die je zojuist daar gezien hebt. En hier liggen 24 van deze hele grote dozen waar die 16 aparte antennes in zitten. Nou, zoals ik vertelde, gaat het radiosignaal wordt gedigitaliseerd. En dat gaat door middel van een glasvezelkabel gaat dat naar Groningen, naar een supercomputer. En van daaruit kan Astron de bestanden downloaden om te gaan rekenen aan die radiosignalen die gedigitaliseerd zijn. Een van de leuke dingen die ook ontwikkeld zijn door het Astron-project is een stuk natuurgebied waar we hier voor staan. Dit is een gedeelte van een moeras wat gevuld wordt met kwelwater. En het kwelwater dat komt uit de Hondsrug en dat is ontzettend helder en daar zitten heel veel mineralen in. Hele bijzondere planten zoals loosblaasjeskruid, moeraskartelblad. Dat zijn planten die hier in grote getalen voorkomen. En doordat het zo zich ontwikkelt, is het ook een paradijs voor vogels. Ik noem er even een paar. De bruine kiekendief. We hebben roerdompen broedend en alles. Misschien hebben we geluk, horen we er eentje. Hij is aanwezig. De bever. Nou, we staan hier, en dat zullen we straks even in beeld brengen, bij een overgang van de bever waar hij de weg oversteekt. Reeën, er zijn er kort geleden 51 hebben we er geteld. De vos heb ik kort geleden nog gezien, dassen. Je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben het hier wel in dit gebied.